Terwijl de meesten vandaag zo verkleed gingen, zag je in Arnhem ook heel andere types rondlopen. Gehuld in bijzondere kostuums met science-fiction-achtige invloeden, zorgden de steampunkers voor verbaasde en soms ook iets wat angstige blikken bij voorbijgangers. Maar over het algemeen zitten er onder die aparte kleren hele normale mensen. Ik sta voor de klas normaal gesproken, dus dan werk ik bij de gemeente. Volgens de organisatie van Emporium Vernesk, zoals het evenement heet, is steampunk sterk in opkomst in Nederland. Bij Jongerencentrum Willemeen en Poppodium Luxor zijn er workshops, films, lezingen, stands en is er kunst en muziek. En dat alles geheel in steampunkstijl. Maar wat het nu precies is? Wat je hier ziet is hoe ze toen dachten dat het er nu uit zou kunnen zien. Dus een toekomst die eigenlijk nooit geweest is. Klinkt een beetje ingewikkeld. Ja, het is inderdaad heel ingewikkeld. Heel concreet gezien is het een beetje Victoriaanse stijl qua kleding en mode, kunst, literatuur. Maar dan met een soort van science fiction twist eraan als je het zo bekijkt. Alles mag, alles kan. Je kan het zo gek niet bedenken. Je kan al je fantasie erin leggen. En die fantasie is onuitputtelijk. Ik ben bezig met een mooie nieuw handwapen te fabriceren. Een handwapen? Ja, als een beetje steamer moet zich kunnen verdedigen als ze door de tijd reizen. En wie wil dat? Nu niet, anno 2013.